Goedemorgen Delft. Vandaag een bijzondere werkdag die helemaal in het teken zal staan van zeespiegelstijging. Het is natuurlijk een groot probleem, die zeespiegelstijging, maar het is ook heel bepalend voor hoe Nederland er over 100 jaar uit zal zien. Maar daarmee dus ook typisch een probleem wat op het bordje komt van een volgende generatie, waar ik mezelf dan ook maar even toe reken. En daarom komen vandaag studenten uit heel Nederland naar Deltares in Delft voor het doen van een zogenaamde hackathon. Ik kom nu uit Utrecht. En je studeert ook? Ja, ik doe daar een master, Earth Service and Water. Het is redelijk mijn vakgebied qua studie, dus ben benieuwd wat we hier gaan doen. Wat doe je precies dan? Coastal Engineering. Coastal Engineering, ah. Ja, dus sea level rise is wel een topic. We gaan dus lekker brainstormen en rekenen aan oplossingen voor zeespiegelstijging. En ik denk wel dat de studenten met een paar ideeën komen waar de gemiddelde expert de hoed van afvalt. New research suggests that sea levels may rise faster than expected in the current delta scenarios for the Netherlands. Ja, wij zijn bezig met natuurlijke sedimentatie in deltagebieden en het idee van wisselpolders. En wat het in principe inhoudt is dat je een huidige polder die ontdijkt is en waar landbouw op gedaan wordt, dat je die dijk doorbreekt en dat je dan met behulp van de natuurlijke processen van het water en het sediment die polder laat ophogen, met hopelijk de zeespiegelstijging, kan je daarna weer afsluiten, er weer landbouw op drijven, de volgende polder openen. Policy and governance is David, Bart, Ilse en Bianca. Ja, de bedoeling is dat bij een zeespiegelstijging dat we het water tegenhouden. Maar uit berekeningen blijkt dat ook al houden we het water tegen, dat we het zoutgehalte niet tegenhouden. Dat komt gewoon weer door naar binnen. Ja, en dan moeten we straks andere oplossingen gaan bedenken. Maar dan nemen we natuurlijk wel weer een scenario erbij. Als we bijvoorbeeld volledig Rotterdam afsluiten met sluizen. En wat gebeurt er dan met de zoutindringing rondom Rotterdam? So I'm here with my colleague Sadie. So why are we actually doing this exercise, this hackathon? Well, recently there's been literature showing that sea level rise could happen quicker and to higher levels than we expected before. And of course, there are a lot of ideas about solutions for sea level rise in the Netherlands, but nobody has looked at what the implications of those different solutions would be. And so we organized this two-day hackathon and hopefully we'll get some really nice results and learn more about what we could do for accelerated sea level rise in the Netherlands. Cubic kilometers of sand. Ja, maar daar verloopt het schreden. Well, we have about 10 or 15 minutes left, and it's super impressive what they've managed to do so far in the last 2 days, and so we're really looking forward to seeing the final results. So, time's running out. Are you ready? Hopefully. Well, we have all the materials. Dan geef eens snel wat rapporteren en dan wel. Laatste loodjes in. Het is aardig stil. Alright, so we started this yesterday as a very controversial idea, at least among all of us. And yeah, we would like to present our findings about this idea now. And all the red area you can see over here is nowadays an urban area. If your house is standing next to the dike, it's not that nice if all of a sudden there's a dike 9 meters high, for example. You can see that the solution space is richest in the center. That's when we still have the most time and wiggle room to make these decisions. We focus mostly on the new concept of whistle polders. It is really possible that it's not that polders are not able to keep up with the sea level rise. So if we want to do those big projects, it's gonna be really great. I think the main takeaway message for the offshore islands is that the size and the location significantly determines the amount of sand. One island is about 30 times what was used for the Maasvlakte 2 extension, 300 times the amount for the sand engine. Wisselpolders, goed idee of niet? Nou, ja, wij hebben uitgevonden dat zelfs met
een geringe sedimentconcentratie, dat het nog steeds mogelijk is om wisselpolders te realiseren. But once you reach that 1 meter or even 2 meter threshold, you have to start taking actions that are hard to come back from, that set you in one direction or another. Zo, Anouk, dat was hem. Ja, ja. Wat moeten mensen doen als ze meer willen weten? Dan moeten ze naar nladept.deltares.nl. Want daar vind je een heel mooi Wikipedia-overzicht gemaakt door Anouk. Nou, samengevat door Anouk. Ja. En dat is een mooi overzicht van alle plannen die er zijn gemaakt.